Sinds ik het me kan herinneren ben ik een ochtendmens. Ik heb totaal geen problemen om vroeg op te staan. Ik vind het zelf heel erg fijn om lekker rustig mijn dag te beginnen. 9 van de 10 keer word ik uit mezelf wakker in de ochtend. Dat komt door mijn biologische klok. En ik word meestal rond een uur of 7, 8 wakker. Het ligt eraan. Als ik echt op een bepaald tijdstip wakker moet worden, dan zet ik altijd een wekker. En wanneer ik een wekker gebruik, gebruik ik niet meer mijn telefoon als wekker. Want ik vind die geluidjes zo irritant en dan word ik zo gefrustreerd wakker. Ik gebruik in plaats van mijn telefoon nu een wake-up light. En de naam zegt het al, je wordt wakker door middel van het licht. Stel, ik moet om 7:30 mijn bed uit. Dan vind ik het zelf heel erg fijn om een uur daarvoor al wakker te zijn. Dat uur gebruik ik om rustig wakker te worden, om eventjes een momentje voor mezelf te nemen. Want ik kan er gewoon niet tegen om direct uit mijn bed te gaan en direct alles te gaan doen. Nee, ik wil gewoon mijn lichaam de tijd geven om met de dag te beginnen. Want anders ben ik helemaal van me apropos, ben ik veel sneller moe. Ik drink altijd, zodra ik net wakker ben geworden, water. Ik heb naast mijn bed een fles water en die zit helemaal vol en hij is ook gekoeld. Echt, ik hou van deze waterfles. En dan drink ik bijna de hele fles leeg. Door dit te doen zorg ik dat mijn lichaam al direct gehydrateerd wordt. Ik heb 24/7 dorst. Ik wil altijd drinken. En om mijn lichaam een beetje in beweging te krijgen, vind ik het ook fijn om te stretchen. Ik rek me altijd in de ochtend uit. En ik stretch alles wat ik kan stretchen. Het ziet er niet heel mooi uit bij mij, maar het voelt wel heel erg lekker. En wat ook heel fijn is om in de ochtend te doen, is om te mediteren. Dit hoeft niet lang te duren. 5 minuten is ook al goed. En je hebt echt verschillende soorten meditaties. Maar wat ik heel erg fijn vind, is om op mijn ademhaling te letten. Voorheen besteedde ik niet zoveel tijd aan het opschrijven van mijn gedachtes. Tegenwoordig doe ik dat wel veel vaker en ik vind het fijn om het zowel in de ochtend als in de avond te doen. Ik pak mijn notitieboekje erbij en ik schrijf van alles op. De ene keer schrijf ik bij wijze van spreken mijn dromen op, de andere keer schrijf ik mijn gedachten op. Of dit nou positief of negatief is. Soms schrijf ik mijn doelen voor de dag op. Op dagen wanneer ik niet lekker in mijn vel zit, vind ik het ook fijn om een aantal positieve gedachten op te schrijven. En een beetje zelfreflectie kan ook geen kwaad. Dus schrijf dan dingen op waar je heel trots op bent. Of op dingen waaraan je wilt verbeteren. Het kan echt van alles zijn. Het lijkt alsof journalen echt heel veel tijd in beslag neemt. Maar neem maar 5 of 10 minuutjes en dan heb je echt al heel veel dingen op papier staan. Het is heel erg gewoonlijk om direct nadat je wakker wordt je telefoon te pakken en om op social media te zitten. Dit doe ik nog steeds wel, maar echt veel minder. Ik probeer niet direct naar mijn telefoon te grijpen, want dan kan ik zo 1/2 uur lang scrollen en eigenlijk wil ik die tijd aan iets anders besteden. Dus social media komt wel later op de dag, niet in de ochtend of ja, niet als ik nog in bed lig. Wat ik ook fijn vind om te doen is om direct een planning voor de dag te maken. Soms doe ik het ook wel de avond van tevoren. Maar als ik dat niet heb gedaan, doe ik dat eigenlijk al zo snel mogelijk in de ochtend. Want dan krijg ik direct motivatie om de rest van mijn dag te beginnen. En het ligt eraan hoeveel ik op een dag moet doen. Maar vaak deel ik mijn dag in 3 in. Ik maak een to-do-lijst voor de ochtend, voor de middag en eventueel voor de avond. Nadat ik een planning voor de dag heb gemaakt, wordt het tijd om mijn bed te verlaten en mijn bed op te gaan maken. Ik maak mijn bed iedere dag op, want zodra ik het heb opgemaakt, heb ik niet meer de neiging om weer terug in mijn bed te gaan liggen. Ik zit wel heel vaak op mijn bed, zoals nu, maar ik duik niet, zeg maar, mijn dekens weer onder. Voor mij is het belangrijk om iedere ochtend te ontbijten. Ze zeggen ook wel eens dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ik weet niet of dat echt waar is, maar het is wel een bron van energie. En ik merk in de ochtend dat ik echt eten nodig heb, anders kan ik niet goed functioneren. Het scheelt per dag wat ik eet als ontbijt. Ik vind het ook wel lekker om yoghurt te eten. Soms met fruit erbij. Alleen vandaag had ik geen fruit meer in huis. Dus ik moest het zonder fruit doen. Nadat ik mijn ontbijt heb gegeten, wordt het tijd om me klaar te maken voor de dag. Als je moeite hebt om wakker te worden in de ochtend, dan
raad ik je zeker aan om even onder de douche te springen. Normaal gesproken douche ik heel vaak in de avond. Dan was ik mijn haar en zo. Maar in de ochtend vind ik het ook wel fijn om even een lichaamsdouche te doen. Want op de een of andere manier word ik daar toch wel wakker van. Zo kan ik fris en fruitig de dag beginnen. Tegenwoordig werken we bijna allemaal vanuit huis. En het is ontzettend verleidelijk om in je pyjama de dag te spenderen. Maar dat is voor mij een no-go. Ik draag 9 van de 10 keer wel comfortabele kleding. Maar niet dezelfde kleding als waarin ik slaap. In deze video zie je niet mijn pyjama. Want ik draag echt een heel lelijk shirt altijd in de avond. Wat overigens niet erg is. Het is enorm chill. Maar voor deze video had ik even al fatsoenlijke kleding aangetrokken. Wel comfortabel. Het is niet zo dat ik elke dag mijn haar en make-up doe. Maar wanneer ik dit wel doe, merk ik al per direct dat ik veel beter in mijn vel zit. Dat ik veel meer gedaan krijg. Ik weet niet wat het is, maar het werkt. En als het werkt, dan doe ik het ook gewoon. En voordat ik officieel echt met mijn dag ga beginnen, ga ik nog even naar buiten voor een wandeling. Door dit te doen blijf ik niet de hele tijd in de chill modus. Het ligt heel erg aan de dag hoe lang mijn wandeling is. Gemiddeld is dit zo kwartier, half uurtje. En wanneer ik klaar ben met wandelen, begint officieel mijn dag. Dus dan begin ik aan mijn to-do-lijst. Het ligt heel erg aan de dag wat er gedaan moet worden natuurlijk. Maar ik maak altijd een kopje thee of een kopje koffie. Ligt eraan waar ik zin in heb. En dan ga ik naar mijn werkplek. De ene keer is dat aan mijn bureau. Vandaag was het aan de eettafel. Ik hou wel een beetje van afwisseling. En dan ga ik lekker aan het werk. En zo ziet mijn ochtendroutine eruit. Zoals je hebt gemerkt vind ik het heel erg fijn om lekker de tijd te nemen in de ochtend. En niks overhaast te doen. Gewoon lekker genieten van een heerlijk ontbijtje. Een lekkere warme douche. Mijn make-up. Noem maar op. En ja, ik vind het gewoon fijn om lekker prettig de ochtend te beginnen. En mocht je zelf nog tips hebben voor de perfecte ochtend, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En wil jij meer van mij zien, dan kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.